Ik liep hier, bij het oostelijke pad. Maar dat is... 70 kilometer. Van waar we hem vonden. Hé, hey, wacht, wacht. Weet je waar je ouders zijn? Je familie? Ik denk dat ze aan het picknicken of kamperen waren. Hij raakte de weg kwijt en is verdwaald. Hij leeft in het bos, doet alles op zijn eigen manier. Klinkt als een jongen naar je hart. Hoe lang is hij daar geweest? 6 jaar. Niemand overleeft het 6 jaar in dat bos. Tenminste, niet alleen. Je zult wel zien. Zij hebben Elliot. Wie is Elliot? We moeten weer terug. Hij wordt bang als ik er niet ben. Is Elliot een mens? Nee, hij lijkt op een draak. Wat is een draak? Dat is een draak. Je hoeft niet meer te vluchten, Piet. Je kan bij ons wonen. Dat beest is gevaarlijk. Ik wil je niet alleen laten, maar ze zijn naar jou op zoek. Wat gebeurt er met Elliot? Je hebt geen idee waar het beest toe in staat is. We gaan op jacht. Wacht, wacht! Je bent heel dapper, weet je dat? Misschien wel de dapperste jongen die ik ken. Sneller! Attentie alle eenheden, we rijden in oostelijke richting op Millhaven Road. En draak, achtervolgen... het is een draak, mannen! Je zegt toch niet draak over de radio?